We gaan de Lustas del Norte maken. Dat is een cocktail gebaseerd op Yerbas de las Dunas. Dat is een drank uit Ibiza, eigenlijk uit Catsans. Maar oorspronkelijk uit Ibiza. Circo Bakker heeft daar zijn eigen versie van gemaakt, uit POC. En die heeft een drank gemaakt, een likeur, op basis van allemaal verschillende kruiden rond de Noordzee, rond Catsans. Verse kruiden. En dat is eigenlijk een anijsachtige drank die na de maaltijd wordt geschonken in Ibiza. En daarom wordt het ook een beetje een after-dinner cocktail. We beginnen met 50 ml van de Yerbas Las Dunas. Dan doen we daar een gelijk deel 50 ml koffie bij. We hebben koffie gezet. En daarbij. Dan een heel klein beetje, 5 ml. Jus d'orange. Voor een beetje frisheid doen we 15 ml van limoensap. Belangrijk is wel dat alle ingrediënten goed gekoeld worden vooraf dat je aan de cocktail begint. Omdat we deze cocktail niet shaken of stirren of in ijs serveren. Omdat die eigenlijk dan heel snel al verwatert. En dan gaan we dat aftoppen met de espuma. Dus dit is de Lustas del Norte, de complete cocktail, enkel de espuma. Daarvan kunt u het recept terugvinden in het boek.